doen. De allerkleinste, van de eerste allerkleinste van Marjan, dat is leuk. Ben, die op de laatste maanden vervangen is door Charlotte, omdat een operatie moest ondergaan. Daarna komt Sharon, die zo geweldig haar best heeft gedaan om dit tot succes te brengen samen met andere stagiaires, of andere kunststagiaires, Elise, Rick en Marlies. Ik vind dat trouwens wel een applaus waard. Sharon komt in de groep van de 3-4. Dan gaan we even geen gym doen, maar gaan we dansen met Demi, haar groepen. Demi is nieuw bij ons, sinds een dit seizoen. Maar ze is zo bezeten van dansen en dat kun je ook helemaal terugzien in haar groepen. Jullie moeten maar eens kijken hoe ver we zijn gekomen. Ik vind het geweldig. Dan nog steeds niet echt gym, maar dat wel op lijkt. Van Berry en Sharon. En vervolgens komt dan de selectie. En de selectie heeft een prachtige kleding natuurlijk weer van onze sponsoren. En ik vind dat die ook wel een applaus mogen hebben. Tijdens het voeren, autobedrijf Oosterveld en de praktijk van training Ergo en handergonomie. De selectie die is zo ontzettend succesvol geweest dat, dat 88% van de deelnemers dat die door is naar de finaal dit keer. Dank aan Jolanda, die zo geweldig haar best heeft gedaan om iedereen op het spel te brengen. En dat, ik vind dat ook wel weer een applaus waard. Daarna gaan we afsluiten met een slotshow waar iedereen kan meedoen. En dan mag wat mij betreft gaan beginnen. Hebben jullie er zin in? Oké, let's the show start. Oh,
Thank you.
paar hele mooie, dappere kaboutertjes. De kabouters waren aan het wandelen door het bos heen, het donkere gifbos, op weg naar hun huisje. Ze hadden heel hard gewerkt en hadden wel zin om op te ruimen en te rusten, totdat ze in het bos een beeldschone prinses zagen liggen. Maar wat is dat dan? Die prinses die hoort helemaal niet in het bos te liggen. De kaboutertjes gingen om deze mooie prinses heen zitten. En ze zagen dat de prinses lag te slapen in het o zo donkere bos. De kaboutertjes gingen proberen de prinses wakker te maken. Ze gingen een beetje schudden aan de prinses. Maar de prinses werd maar niet wakker. Nee, ze bleef maar slapen en slapen, een hele diepe slaap. Dus de kaboutertjes riepen: wakker worden, prinses! En nog een keer, want ze werd niet wakker. Wakker worden, prinses! Ja, en de prinses die hoorde het eindelijk en werd wakker uit haar diepe slaap. Ja, allemaal kaboutjes. Ze wist niet wat ze zag. Dat zijn de kaboutjes uit het gymbos. De kaboutjes gaven allemaal een hand aan de prinses. En omdat ze nu toch in het gymbos waren, konden ze wel wat moois laten zien aan de prinses. De prinses ging staan, de kaboutertjes gingen allemaal naast de prinses staan, in een nette rij naast elkaar. En ze gingen laten zien wat ze allemaal wel niet konden in het bos.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
over all the don't go against me, impossible. I can keep through it, don't miss one obstacle. Many toes to the bone with a toxic call. I go in. Yeah, just a little bit.
talk about you, all it does is just tear me down. Cause my heart breaks a little when I'm hearing your name. It all just sounds like thank you.
called cooking automatic. Systematic. Wax grease like this.
Nee, dat is niet. Ja, dat is niet. 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 Dat is niet.